Gut, telefoon voor je. Ja, ik kom. En meneer ging naar de telefoon. Een beetje in zichzelf mopperend wie hem nu weer zo nodig van zijn werk moest halen. Maar toen hij eenmaal gehoord had wie er aan de lijn was, vroeg en kreeg hij onmiddellijk toestemming om weg te gaan. Even later zat hij in een taxi die hem in snelle vaart door de stad voerde. Die plotselinge haast is begrijpelijk als we u vertellen dat de bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis aan de telefoon was, die een dringend beroep op hem deed om zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te komen waar men zijn bloed nodig had voor een spoedoperatie. Zo worden er dagelijks in ons land honderden mensen door de bloedtransfusiedienst van het Rode Kruis opgeroepen. Mensen die zich hebben opgegeven als donor en die dag en nacht klaarstaan om het leven van een medemens te redden. Nadat men zich heeft opgegeven als donor en de medische keuring goed heeft doorstaan, wordt een weinig bloed afgenomen om na te gaan tot welke bloedgroep men behoort. In het laboratorium wordt de bloedgroep vastgesteld door middel van testsera die op bepaalde wijze op het bloed reageren en door microscopisch onderzoek. De bloedgroep als mede naam en adres van de donor worden in kaartsystemen ondergebracht. In het ruim 30 jaar bestaan van de bloedtransfusie in ons land werden dankzij de donors meer dan 400.000 mensenlevens behouden. In aanwezigheid van de 80-jarige Rotterdammer A. Verhoeven, die in april 1930 de eerste Nederlander was die zijn bloed gaf, ontving deze dag in Amsterdam de 21-jarige mevrouw Schopman als 150.000ste de Landsteinerpenning, die is genoemd naar de ontdekker van de bloedgroepen. Een ontdekking die de mensheid grote zegen heeft gebracht.